De heer Baudet. Dank u wel. Ik hoorde de heer Omtzigt weer een aantal keren spreken over iets wat niet kan in het Nederlandse staatsrecht, namelijk dat de Tweede Kamer wetten zou maken die in strijd zouden zijn met de grondwet. Dat kan niet. Het is onmogelijk in het Nederlandse staatsbestel. In andere landen is dat anders, maar in het Nederlandse staatsbestel kan de Tweede Kamer onmogelijk strijdig handelen met de grondwet, om de eenvoudige reden dat de Tweede Kamer is aangewezen in artikel 120 van de grondwet als hoogste instantie om de grondwettigheid van zaken te beoordelen. Dus de Tweede Kamer is gevrijwaard van de mogelijkheid om strijdig te handelen met de grondwet. En ik wilde vragen waarom, en ik heb het al eens eerder uitgelegd, en dit staat ook in elk handboek van staatsrecht. Dat het niet uw achtergrond is, dat geeft ook niet, maar we hebben het al wat vaker verteld. Waarom blijft de heer Omtzigt toch volhouden aan dit heel onrechtstatelijk en ongrondwettelijke idee, dat is Nederland, dat de Tweede Kamer strijdig zou kunnen handelen met de grondwet. Precies dat idee is strijdig met de grondwet. Artikel 120 van de grondwet heeft inderdaad een toetsingsverbod op dit moment voor de rechter. Dus kan niet getoetst worden door de rechter of er strijdig gehandeld is, in strijd gehandeld wordt met de grondwet. De fractie van Nieuw Sociaal Contract is voorstander van het opheffen van het toetsingsverbod, zodat de rechter dat wel kan toetsen. Maar op dit moment toetst de Raad van State wel degelijk of er strijdigheid is, en die laat dat wel zien. En die geeft ook aan bij de wetsvoorstellen die ik hier genoemd heb, dat er aperte strijdigheid is, zowel met de Nederlandse grondwet als met een aantal internationale verdragen, waaronder het EU-handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daarmee in strijd gehandeld wordt met de elementaire mensenrechten die ook de heer Baudet zeer aan het hart gaan. Ja, maar dat is toch niet een antwoord op de vraag. Dat de partij van de heer Omtzigt artikel 120 wil schrappen, ja, dat verandert hem goed recht. Okay. En wil en een constitutioneel hof wil instellen, dat mag. En als dat zo zou zijn, ja, dan kan de Kamer met terugwerkende kracht in strijd blijken te hebben gehandeld met de grondwet, want dan zou een constitutioneel hof kunnen zeggen, jongens, dit mag niet. Maar op dit moment, en ook grondwettelijk gezien, de rol van de Raad van State is adviserend. Ja, het is niet een beslissing over wel of niet strijdigheid met de grondwet. Dus de heer Omtzigt, het is misschien een soort wensdenken van, ik zou willen dat er een situatie in Nederland zal komen in de toekomst, waarin er een groep rechters is of zo die kan bepalen wat wel of niet strijdig is met de grondwet. Maar op dit moment is het gewoon zo, heel simpel, dat het onmogelijk is om strijdig te handelen met de grondwet. Dit is niet dat ik dat normatief wel of niet goed vind. Ik vind het toevallig ook goed. Maar los van de vraag of dat wel of niet goed is, dit is gewoon feitelijk het staatsrecht in Nederland. Dus wilt u ophouden met die kolder over de wel of niet in strijd handelen met de grondwet? De Kamer en daarmee het kabinet kan onmogelijk handelen in strijd met de grondwet. Kan niet. Wat wij ook hier bedenken, het zal per definitie altijd in lijn zijn met de grondwet, omdat wij in laatste instantie degene zijn die de grondwet interpreteren. Wij bepalen dat. Wij kunnen niet in meerderheid bepalen dat een besluit goed is, dat als we het willen doen hier in meerderheid, wat tegelijkertijd in strijd zou zijn met de grondwet. Kan niet. Het kabinet kan zeker in strijd handelen met de grondwet, wat de heer Baudet net beweerde dat niet kan. En ik kan... Ze kunnen dingen doen die in strijd zijn met de grondwet. We hebben hier een interessante discussie gehad. Die reguleerde per ongeluk ook mevrouw Jezielgos of ze wel toe kon treden tot het kabinet na de vorige verkiezingen als demissionair minister en op dat moment demissionair staatssecretaris en op dat moment ook Kamerlid blijven. Dus daar kun je wel degelijk interpretatieverschillen over hebben of dat wel of niet kan gebeuren. In mijn ogen kan het kabinet nog steeds strijdig handelen met de grondwet door het belang van de staat in artikel 68 op totaal de verkeerde manier te interpreteren en informatie niet aan de Kamer te geven. Dus het is echt mogelijk om in strijd te handelen met de grondwet. En het is ook heel wel mogelijk dat ik daar van mening over blijf verschillen wanneer dat gebeurt met de heer Baudet. Sterker nog, ik acht dat heel waarschijnlijk. Ik probeer het nog één keer.
Het is mogelijk om hier in de Kamer te debatteren over interpretatie van de grondwet. Daar ben ik het absoluut mee eens. En om grondrechten te wegen. En om de afweging te maken, is het wel of niet in lijn met de grondwet om bijvoorbeeld een demissionair staatssecretaris tegelijkertijd als Kamerlid te hebben, wel of niet. Daar kunnen wij over discussiëren. Het punt is, in laatste instantie beslist de Kamer in meerderheid. En op dat moment is dat kennelijk hoe de grondwet is. Want dat is het hele principe van artikel 120. Dat is de hele filosofie wat in de staatsrechttheorie de Franse theorie is, waarbij je in laatste instantie de soeverein zichzelf nooit kan tegenspreken. Ja, en het probleem. En dat is simpelweg hoe ons staatsrecht in elkaar zit. Als je dat wil veranderen, prima, maak een voorstel, wijzig de grondwet. Dat is allemaal best. Maar op dit moment, het is gewoon kolder. Het is gewoon staatsrechtelijke kolder om te zeggen dat de Tweede Kamer in strijd handelt met de grondwet. Of dat er een wet wordt ingediend die in strijd is met de grondwet. Als die wet wordt aangenomen, dan is per definitie daarmee dat in lijn met de grondwet. Zo simpel is het gewoon. Voorzitter, wetten waarbij je aan de ene kant in de grondwet zegt dat er vrijheid van godsdienst is. En die vrijheid van godsdienst is ook heel duidelijk uitgelegd, ook door de Hoge Raad, ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook door het Hof in Luxemburg, dat islam een godsdienst is. En als je dan een wet zou aannemen waarmee je zou zeggen dat het uitoefenen van die godsdienstvrijheid, zoals bij het opleggen van een straf van 5 jaar voor het bezoeken van een moskee, of 5 jaar voor het bezit van een Koran, dan is dat apert in strijd met de grondwet en de grondrechten, zoals verankerd in de grondwet in het EU-handvest. Politiek gezien is het er ook een heel bijzondere, want als andere landen dat zouden doen, zouden ze er ook keihard op aanspreken. De heer Dijk, nee, ik heb u 3 keer gehoord. We gaan naar de heer Dijk luisteren. Nee, het woord is aan de heer Dijk.